Goeiedag. Dat is eenmaal en nooit weer. Wat tenzij je zegt, wat is er wel net gebeurd? Nou, ik hang liever nooit aan de grote klok. Maar om reden dat we toch maar met een leutje koppeltje binnen, zeg ik je het vertellen. Dit is radio en ik ken me dus nice zijn. En daar ben ik blij om. Heb ik ten zo'n malen kop? Ach, Gietje zei altijd. Als het was aan de lien hangt, bent dat een duivel sprutters in de beiden. En zo gauw stoer op toen bist, ben ze voort. Nou, dat zeg genoeg, dunkt mij. Maar daar gaat het niet om. Ik heb vandaag voor het eerst mijn nieuwe Nijmoodse boksen aan. Zo aan met blokjes, waar je wel? En daarom ben ik blij dat het televisie is. Want dat is eenmaal en nooit weer. Zeg ze de vorige week tegen mij. En staal de zulde boksenman gaat, moest hij maar nieuwe kopen. Maar ja, hou hard dat bij ons. Klaar kopen is mij niks aan gelegen. Dus ga ik moek altijd mis. En daar wordt meer van mijn moorden dan ik. Dat ik 2 jaar geleden een paar nieuwe schoenen hebben moest, vroeg die kerel in de winkel welke moord of wezen moest. Ik zeg, ja, daar vroeg je mij wat. Nee, dat de half, luf ik. 48, zei de luidspreker naast mij. En verdord. Dat waren ze. Maar waar raakt over? Oh ja, mijn nieuwe boksen. Met blokjes. Ik vouw me net Bruintje de Beer van koekjefabriek Bramberen. Hoe ging dat? Nou, nog staat nou woon vanuit, want door even leest wat malheur had. En boetendes gaat je een advertentie in de Winschot de Kraan lezen. Lambeks Herenmoderparadijs Assen. Voor de moderne man die smaak en prijs bewust is. Deze maand 20-40% voorjaarskorting. Modern fashion voor hem. Nou, wat het laatste betekende, wist je het ook niet. Maar we waren er wel over eens dat de rit naar Assen ging. Nou, kon we door zich om nooit en toen we achter Veendam langs reden, zei ik al tegen u, bij die rondtonde van Guiten moest goud opletten, hè? Nou, even met zijn beiden wat muiten met links en rechts en door even een haarlandig systeem verroep, dokter. Gof we met een bin rondtonde rechtsaf, dan zeg je het je 3 uur. Maar voor Ligo deur, dan is het 12 uur. En maar voor 3 kwadrant, dan zegt ze 9 uur. Het was trouwens een uur of 1/2, want we zijn nooit middag heen voortgegaan. Wie rieden op de rondtonde aan, zegt ze 9 uur. En binnen 1/2 uur, even de stad binnen. Ik zeg, moest ze kijken, lijverd, een groot boord met pielen, Noorderdierenpark. Nou, is wel loeit. Zegt ze, heb ik nooit weten dat er in Assen ook een dag toen was. Ik zeg, moest door eens kijken naar dat ploosnombord vlak voor die bij die stop liggen. Kijk, en dit maak je dat je 35 jaar met me getrouwd bent, want beide zijn we taugelijks. Nou is even verkeerd. Ik zeg, wat is wat? Het is al 1/4 na 2, we gaan binnen deur naar Assen. Ik had nog zo'n oude koord van King Peppermint. En of doordeur kwam, weet ik niet. Maar om 4:30 stonden we in Assen in het centrum. Precies voor Lambeks Herenmodeparadijs. Kwam net een man en vrouw uit. Ik zeg, moest die kerel lopen zijn? Hij had zo'n Nijmoodse boksenman. Bandplooi volgens Gietje. Ik zeg, het klinkt wel of die man kortsleden aan het woord geopereerd is. En als hij die boksen meer gekocht heeft, hoor ik liever eenmaal in de Vivjord nog Sniedertouw. Maar het was net als in dat versje van Annie G.M. Smit. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Want Gietje schoot al nog binnen. En ongelogen, binnen 3 minuten stond ik voor de spiegel met een nieuwe boksenmond gehad. Precies, zo aan met blokjes. Hoe wist dan? Vrouw ze. Ik bekeek mezelf in zo'n lange spiegel tussen de rikken met klaar. Draaide me om en wou net wat zeggen of zo'n gladde verkoper, zo'n snurrol, springt ertussen. Net of het de verleer had. Staat u heel goed, meneer. Kleed heel mooi af. Ja hoor. Gietje keek meer naar om als naar mij, dus ik vouw dat al aankom. Vind ik ook. Dat is een allandere kijk. Ja, dat was ook zo. Maar zo'n bokser maakt nog nooit eerder om gehad.
Ik denk, lukt er nooit om touw draaien. Mag me er zelf nooit in zijn, zeg ik. Ik denk, daar zit, daar kennen ze het met dan. Ze keek me koor aan en die gladakker gaf plaaggas. Ja, dat is de moderne mannenmode, hè? Staat uw man heel goed, hoor. Ja, hoor, heel mooi. Draai die eens om, zei ze. En om reden dat ik toch niet wist wat ik zeggen moest, ging ik met de rug naar het touw staan. Nou was het al daalvrij kuur. Mijn man is wat rond van achter en daardoor spant de broek een beetje. Touw, trek die gat eens wat in. Nou mag niet meer vertellen, hou je dat dan houden. Maar ik had wel in de gaten dat de koopdeur ging. Oeh, waar was ik flauw. Bruintje beer met zijn blokjesbroek. Gitje was alweer aan de proef met die misselijke kerel. En Olly B. Bommel schoot kluidakje maar weer in. Ik heb de naaie boksem net doet of goed zijn over hem tussen de gediende deur. Pas daar ook even, toch uit 45% af. Voordat ik terecht in de goten kreeg, pakte ze de naaie en mijn hele boksem van het hokje. Door stond ik. Oeh, was ik dat allemaal van tevoren waard naar. Ik deed gedien een beetje hoe het ziet. Gitje, dan moet je die boksem hebben. Ze stond midden in de winkel en had veelste drak met die snurrol. Nou, door stoor je dan in je lange onderboksem. Hou ik die 15 meter afrecht heb, weet ik niet meer. Kwijt wel dat nechtpoor waarvan de man ringjas aan het pazen was, zich omdraaide toen ze mij zagen. Maar het leutje wichtje, dat ze bies ook aan, keek me met grote ogen aan. Kijk, mama, zegt ze, die meneer is ook bijjesballet, net als die. Wat de box hem kost heeft, mooi me nooit vroegen. En ook nooit hou we de winkel uitkomen binnen. Vlak achter rassen begon ze. Es mooie boksem kregen voor nooit te veel centen. Het was ook schieren kerel, die ons opmerkt. Doe ik even wel voor in gewoon. Ik zei niks. Ik was van slag. Ik door alleen nog straks bij de rondonde, maar voor liegen uw deur, en als kon van hem terecht. Maar dat had je ook deur. 12:00, zegt ze. Ja, zeg ik. Ben even mooi om avond in het huis.